Het was natuurlijk geen pijn doen. Hallo allemaal. We zijn gisteren aangekomen in Duitsland. We zijn op vakantie. En ik loop nu bij de Strotzbusche Mühle. Dat is een hele mooie camping die hier in de vallei ligt. We zijn hier veel vaker geweest. En ik moet zeggen dat het echt fantastisch is om hier weer te zijn. Het is heerlijk weer. Het is ontzettend groen. De overstromingen hebben hier gelukkig geen schade aangericht. De beek hier beneden is wel behoorlijk uit zijn oevers getreden. Maar dat is nu allemaal weer terug. Toen we gisteren aankwamen, zag ik meteen heel veel toffe kevers. Een stel bosbeekjuffers, ontzettend mooi gekleurd. Sowieso is het gebied waar heel veel mooie vogelsoorten zitten. En ook zitten best wel wat wild. Zwijnen, vossen, herten. En hier bovenaan de heuvel. Er zitten grauwe klauwieren en dat heb ik hier vaker gezien. En dat vind ik echt een fantastische vogel. Grauwe klauwier die prikt zijn prooien op stekels als een soort voedselvoorraad voor later. In Nederland komt hij ook voor, heb ik hem zelf nog nooit gezien. In Nederland heb je wel de klapekster. En die heb ik in Nederland wel gezien, ook vaak op andere plekken, ook in Polen. En de klapekster is ook een klauwierensoort, dus de twee zijn familie. En wat ook heel tof is, is dat er ook jonge klauwieren zijn die steeds gevoerd worden door de ouders. Ik ben gisteravond even bezig kijken. En ik kwam daar en meteen zaten ze de gouden klauwieren. En dus ook de jongen die gevoerd werden en de ouders steeds druk in de weer. Dus ik wil deze week vooral veel gouden klauwieren gaan filmen. Ik heb 3 wildcamera's bij me. Dus ik heb er 2 geplaatst gisteravond. Dus ik hoop dat ik daar ook wat leuks mee kan filmen. Ik heb ook mijn GoPro bij me. Ik ben heel benieuwd wat ik allemaal gezien deze week. En ik heb er ook ontzettend veel zin in. Nou, het is lekker vroeg. Ik denk een uurtje of 6:15. Ik ben onderweg naar de plek waar al die grauwe klauwieren zitten. En er zitten er echt heel veel. Ik denk dat er hier wel tientallen zitten. Dus ja, het is echt heel bijzonder om deze soort hier zo makkelijk te kunnen zien. En je hoort echt helemaal niks, behalve geluiden uit de natuur. Ja, echt fantastisch. Nou, ik ben er. En je zult het zo meteen wel zien, maar hier op de achtergrond kun je het wel kunnen zien. Die hogere struiken en bomen daar, ook hier dat lage struikgewas daar. Dan zitten ze gewoon meteen weer in, ze zijn al wakker. Dus ze zijn helemaal klaar voor om gefilmd te worden. Deze boom achter mij. Daar zit de wildcamera in. En die ga ik dus even uithalen. Nou, ik hoop dat ik er niet uit koekel. Nou, ik ben veilig uit de boom gekomen. Even kijken of dat opstaat. Nou, ik zie ze gewoon niks bijzonders. Misschien heeft het ook gewoon bewegende bladeren gefilmd. Echt een heerlijke ochtend gehad hier. Ook nog massen met andere soorten. Op een gegeven moment hoorde ik een zwarte specht achter me. En die kwam op een gegeven moment over om me heen gevlogen. En die ging in een boom zitten waar ik zicht op had. En dus ik heb mijn camera aangepakt. En het was een beetje frustrerend, want ik hoorde hem. Ik kon hem zien met mijn verrekijker. Maar ik kon hem niet vinden met mijn camera.
En dat zal niet de eerste keer zijn dat je dan net te laat bent met filmen. Maar gelukkig was ik op tijd. Op een gegeven moment had ik hem gevonden met mijn camera. Beeldscherp. Op de recordbutton. En hij staat erop. Daar was ik heel blij mee. Op de achtergrond horen we de zwarte specht. Echt een schitterend geluid. Ik vind het denk ik wel het mooiste vogelgeluid wat er is. Een hele heldere, hoge klank. En nog twee raven die ook echt over me heen kwamen vliegen. Ja, echt schitterend. En naast alle toffe vogelsoorten. Ook nog een ree die bij de bosrand rustig aan het eten was. Maar ook qua insecten zit hier heel veel toffe soorten. Ik zag net een soort dikkopje. En ook een vlindersoort die ik zelf niet kende. Dus ga ik even opzoeken thuis wat het is. Het is echt zo'n rijk gebied hier. Dus ik kom helemaal tot rust. Maar ik word ook helemaal enthousiast van alle dingen die ik zie hier. Dus het is dubbel genieten. Hoor je dat? Dat is het geluid van een raaf. Oh, ik had ook nog landen. Ja, schitterend geluid. Echt een heel rauw en ook al een beetje stoer geluid. En raven zitten hier ook genoeg. Ja, ook een schitterende vogel. De zon gaat rustig onder. Het is een hele mooie, rustige avond. Net nog even groene spechten gezien in de verte kunnen filmen. Super. En ook een ree die hier achter mijn bos stond. Die ook nog net even mooi in het zonlicht stond. Dus het, de zachte avondzon viel op de ree. Dat was echt een mooi gezicht. En daarna begon de ree te blaffen. En ree gaat vaak blaffen als ze... ja, op de vlucht slaan of als ze alarm willen slaan. Het is best wel een indrukwekkend geluid. Nou, ik ben benieuwd of er nog nieuwe dingen op staan. We zullen even kijken.
spinwang. Dat... Hé, dit is tof. Zo, die staat er echt mooi voor, zeg. Kijk eens even. Kijk, is dat een ree of een eeuwert? Ik kan het niet helemaal goed zien. Ik denk dat het een eeuwert is. Zo, hé. Super vet. Ik hoorde van de eigenaar van de camping dat er onder het de voorraad hout die daar ligt, dat er regelmatig ringslangen onder het hout te vinden zijn. Nou, daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Dus mijn vriendin en ik gaan even een kijkje nemen. En ja, het zou ook ontzettend vet zijn als ze ook nog ringslangen gaan zien. Nou, we hebben net het zeil eraf gehaald. En kijk, hij beweegt. Wow, daar zitten ze gewoon. Ja, dit is echt super vet. Hazelworm, Jonne. Ja? Oké. Hou deze vast, film eventjes. Ik ga even wat hout weghalen. Dat wil natuurlijk geen pijn doen. Wow. Yo. Wow, dat was echt heel vet. Ja, we tillen net datzelfde vanaf. En we zien meteen al twee ringslangen zitten onder het hout. Ja goed, je zag het op het filmpje, we halen een stuk hout eraf. Er liggen twee ringslangen en ook nog een hazelworm. Een hazelworm is een hagedis zonder pootjes. Ja, dat had ik echt niet verwacht. Echt heel vet. Het is natuurlijk heel verleidelijk om al het hout weg te halen en te kijken of je slang je allemaal kunt vinden. Dat wil ik even niet doen. Ik ben bang dat ik ze te veel verstoor. En ook natuurlijk stukken hout gaan schuiven, waardoor de slangen misschien bekneld raken. Nou, zoals je merkt ben ik al fan van deze omgeving en van deze camping. Dus als je niet te ver wilt rijden, het is maar een kleine 4 uur vanaf Putten. En echt veel in de natuur wil zijn, dan is Trotsbussemühle echt een aanrader. Nou, ik ga weer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!